De woningbouwplannen voor Schieveste gaan niet door. Bij de besluitvorming voor de bouw van deze appartementencomplexen zijn te veel fouten gemaakt. Dat is het oordeel van de Raad van State. Het gaat om tenminste 3000 woningen op deze locatie die nu op losse schroeven staan. Het gaat om een groots plan op dit braakliggende terrein tussen de snelweg aan de ene kant en het station aan de andere kant. Na het stilgelegde project van Smaak aan de andere kant van het station is het opnieuw een tegenvaller gezien de woningbouwambities van de gemeente Schiedam. Verschillende bedrijven uit de directe omgeving maakten bezwaar op het besluit van de gemeenteraad uit september 2021. Achteraf blijkt dat vooral de eigenaar van het nieuwe DCMR-gebouw terecht kritiek had op het plan. De eigenaar van dit pand stelde dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met het opstellen van de planregels. En ook is er onduidelijkheid over de zogenoemde warmte-koud opslaginstallatie waar DCMR gebruik van maakt. De nieuw te bouwen woningen zouden ook gebruik gaan maken van zo'n warmte-koud opslaginstallatie. En het is onduidelijk hoeveel invloed beide installaties op elkaar gaan hebben. De eigenaar van het DCMR-gebouw kwam ook nog met een alternatief plan waar de gemeente Schiedam te weinig mee heeft gedaan, vindt de Raad van State. Deze argumenten leiden uiteindelijk naar het oordeel van de Raad van State om het in 2021 gedane besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan te wijzigen nietig te verklaren. De grote vraag is wat dit betekent voor de toekomst van Schieveste. Duidelijk is wel dat de bouwplannen natuurlijk worden teruggeworpen door de uitspraak, maar van definitief afblazen is nog geen sprake. De gemeente kan een nieuw bestemmingsplan opstellen, maar dan moet het wel een deel van de procedure opnieuw doorlopen. En dat is ook waar de gemeente in een reactie de nadruk op legt. De gemeente hoeft de gewoonlijk lange voorbereiding richting woningbouwplannen niet meer te doorlopen, maar moet zich vooral focussen op het veranderen van het bestemmingsplan. Vermoedelijk wordt nog deze maand de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan voorgelegd. En dan moet ook duidelijk worden wat dat betekent voor de aard van de plannen en of de woningen nog wel op korte termijn gerealiseerd kunnen gaan worden.